Hey yo mensen van een gamekanaal, we zijn weer terug in Minecraft Castlevania. Ja. We gaan nou verder waar ik de vorige keer was gebleven. En we gaan eens even kijken, want hieronder zit weer zo'n maze. En aangezien er de vorige keer in die maze elke keer een kist zat, ja net als hier dus. Bottas! Wat is die Bottas met protection? Nee, dan vind ik die andere Bottas of wel boots. Vind ik toch wel een stukje beter. Kan ik hierin? Hier is niks. Hier is helemaal niks. En hier ook niet. Kijk, kip. Kijk aan, kippetjes. Kippie. Kip eten. Wat is hier? Is hier iets? Nope, helemaal niks. Ik wil eerst eens even allemaal afkijken, want we stoppen hier van alles en nog wat. Eens even kijken. Nee? Oké. En voor de rest ligt hier niks meer. Zit te merken van niet. Hier niets. Nope. Niets meer. Ah, what the fuck, Jeffrey. Je moet wel goed springen. Stomme lilypad. Please. Even kijken. Ik wil daar op. Ren dan. Achterlijke aardappel. Eet even die appel. Mooi. Als goed krijg ik nou ook mijn hartjes weer terug. Ja, mooi. Eindelijk. Een wapen dat ik echt goed wil gebruiken. Ik dacht dat ik weer bijna op de grond ging vallen. Maar hoe kom ik bij de rest? Daar kan ik niet naartoe. Nee! Ah, Jeffrey, je stomme fucking aardappel dat je bent. Oh, wacht. Hoe kom je daar dan? De fuck wil ik op sommige plekken komen dan? Moet ik eerst of zo hier naartoe en daar wat activeren? Zal waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, want ik moet hier naar beneden duiken. Hier is een opening. Voor de rest zie ik hier niet veel. Ik zie geen kistje of iets dergelijks. Er zal waarschijnlijk wel hier ergens even verstopt zitten. Dat kan niet anders. Nee, dat is niks. Hey. Kom op. Nou. Hoe de fuck wil ik daar dan ooit komen, man? Oh ja, tuurlijk. Jeffrey loopt terug het water in. Hoe de fuck wil ik daarboven komen dan? Gaat niet, kut. Waarom is die deur open? Oh, wacht. Open water. Nee!
Ah, bijna in één keer gehaald. Oh, daarom heb ik dat water moeten openen. Ah, handig. Dus het is eigenlijk gewoon een checkpoint. Nou, snap ik hem. Maar ik hoop dat jullie dit wel een beetje een leuke serie vinden. Het is iets heel anders dan wat ik normaal doe. Dus ik hoop wel dat jullie dit een beetje leuk vinden. Normaal doe ik geen Minecraft, maar deze soort custom maps vind ik altijd wel lachen. Oh shit, waar ben ik nou weer? Zit hier toevallig kistjes ergens beneden? Zo te merken niet. Oh shit. Oh, wat? Nee, niet vastzitten. Niet vastzitten. Ben ik me toch op een tijd blij dat ik fucking... Hey, please. Niet dat soort geluiden. Zo. Iets met Aqua Infinity. Oh, ik kan al ontiegelijk lang onder water blijven. Nice. Ik ga niet meer dood onder water. Dat is lekker. Zit hier nog iets toevallig? Denk het niet. Don't think so, oké. Okay. Oh wat, die dingen werken met tripwires. Lol. Uh-oh. Boss room. Oh shit. Boss room. I don't like the... Ben ik nou... Oh, heb ik nou weer geen fucking... Ik kan weer niet meer rennen. What the fuck is dat? Even kijken, wat is deze respiration? Dan toch maar weer die. Ah, kom op! Hoe de fuck wil je dit doen? Ah, man, kom op! Ah, ik haat parkour. Oh shit. Shit. What the fuck is dat voor klein ding? Helaas. Was dit alles? Was dat serieus alles? Was dat echt serieus alles van deze basiskamer? Dit was wel het meest makkelijke gevecht ooit. En we zijn weer buiten. Oké. Okay. Mooi. Dat was land 1. Moeten we nu hier naar binnen? Alles laat een beetje moeilijk. Even kijken. 15 sterren. Ah, please. Wereld laat. Wat was deze? Dit was met... Ah ja, dat was die met 10 sterren. Nou, ik weet nou 100% zeker dat ik er wel zoveel heb. Eens even kijken, armor. Stars. Ah. En weer 3, dat is 6. 6, 12, dat zijn er 18.
Oh, dat is meer dan genoeg, joh. 18. 40 sterren. World Fear. Temple of Jungle. Oh god. Even kijken, wat is dit hier? 28 sterren, maar dat is werelds. Huh? Oh, wacht, dit is wereld 5 zeker. Ja. Oké, maar goed jongens, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ik zou zeggen, doe dat omhoog, stop het als je favoriet. En dan gaan we de volgende keer verder hier in wereld 4, Temple of Jungle. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe! Deze video werd mede mogelijk gemaakt door GamePC.nl. Omdat de games het waard zijn.